kom terug, die moet je gebruiken. Nee, die moet je gebruiken. Die moet je gebruiken. Hier, onderaan in het gat. Nou, dat is wel eens eventjes ontzettend. Nou ben ik benieuwd naar die stand van die vingers van jou. Ja, ik weet het nog steeds niet. Hè. Wim van der Breek, waar ben je? Niks. Dat is jammer. Hij moet nou met mijn bal. Die bal van terugleggen. Oh, hij mag terugleggen. God, zie je wel, dat is mankelijk. Witte bal. Nee, dat komt hij al. Nee, daar ligt hij. Oh, dat is jammer. Hier, kijk eens, hij ligt. Het is keurig voor je. Moet harder, hè? Dat heb ik begrepen. De witte ligt er weer. Ik geloof dat er nooit iets van ik dat is voor leerling. Zeg, moet ik nu al beginnen met een leuk vraaggesprekje met jou? Ja hoor. Ja, mag dat? Ik zeg, joh. Ja? Hoe oud ben jij? Volgens mij ook geregeld. Ik sta dagelijks met hem praten. Nee, ik wou iets heel anders vragen. Toen ik dus voor het eerst in Nederland kwam, dat was ik nog niet zoveel, toen moest ik al mijn kennis vergaren. En toen heb ik jou voor het eerst gezien in het Wim Sonneveld cabaret. Dat klopt, dus een bus. Ja, dat was in 57 nog. Dat was in 57. Precies. Ja. En toen dacht ik dat jij uit het cabaret kwam. En toen wij dus samen in Oscar, dat vrolijke leuke toneelstukje. Oh, enig stukje. Waar jij een dolle masseur in had. Dat was een hele goede. Dat was een hele goede. Die mag over. Die mag even over, want ik kan me ook niet concentreren als ik me op jou concentreer. Toen dacht ik dat dat jouw eerste toneelrol was. Nee, wel hier is de bal zien. Ja, wel de eerste witte bal. Nee, dat was niet zo. Nee. Je had al toneel gespeeld. Ik had al toneel gespeeld. Was je waarschijnlijk heel pril en jong. Ja, ik was heel pril en jong. Huh? Wat ben ik nu dan? Een Jean-Premier. Een Jean-Premier. Wat heb je daar gespeeld bij Comedia? Dat weet ik niet meer. Ik ben benieuwd. Nou, ik wil graag iets uit jezelf horen, maar dan moeten we hier uren zitten. Dat lijkt me. Moeten we een paar pinten drinken. Ik vind het erg leuk als je me vragen stelt. Dat vind ik zo leuk. Ik ben zo benieuwd wat je gaat vragen eigenlijk. Je bent onlangs getrouwd? Ik ben onlangs getrouwd, ja. En je hebt een kindje? Nog niet. Oh, je hebt nog niet een kindje? Nee, foute vraag. Ik heb een kindje. Ja, ik weet dat je een kindje hebt. Ja, ik heb een kindje. Hoe oud is die nu? Die is 9. Die is 9. Die geniet ook nog steeds van Zwiebertje. Ontstellend. Dat dacht ik wel. Ontstellend. Waanzinnig trots dat papa Zwiebertje. Oh god. Vind je verrukkelijk dan. En wanneer ga je een kindje krijgen nu? September. Oh, zie je, dus dan heb ik toch iets goed gehoord. Je hebt iets goed gehoord, ja. Koppie. Ja, ja. Is erg goed. Wat enig. Woon je in Amsterdam? Nee, ik woon op het eiland Kaag. Wat heerlijk. Dat is verrukkelijk. Ja. Een verrukkelijk huis. Bij het water. Geen zee, geen Zandvoort, maar wel water. Heerlijk hoor. En je zeilt? Nee. Niet? Nee, het is toch geen sportzeilen. Tenminste, niet voor mij. Nee? Zitten en dan pop, 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 pop. Dat is motorbootje. Ja, dat is toch lekker? Oh, dat doe je? Ja, dat doe ik. Oh, wat lekker. En dan met één hand sturen en met de andere hand. Met zeilen heb je altijd twee handen nodig. Zeg, nou op je vraag. Heb je lekker gegeten gisteren? Bijzonder. Ja, waar? Thuis. Ja, wat? We zijn begonnen met een geurig ossenstaartsoepje. Toen kwamen er verrukkelijke escargots op tafel. Mijn vrouw zelf doet het. Heerlijk, samen. Jullie hebben de slak in de tuin? Ja. Ja, ja. Die halen we dus zo tussen de blaadjes van. Ja. Verrukkelijk. Er zijn er wel een paar die protesteren. Ja. Maar dan mee, hop. Ze schieten toch niet op die beesten, dus als je erop moet wachten, je moet ze roepen, dat schiet ook niet. Nee. Nou, daarna zijn we naar de kip geslagen. Het is niet waar. Dat heeft een speciale naam. Shambhalaya of zoiets. Daar zit wel van alles in en eroverheen en erop. Goeie kokin, hè? En, jawel, uitstekend. Je houdt van lekker eten. Oh, Kees. Wat vind je het allerlekkerste? Het eten. Wat vind ik het allerlekkerste? Ik vind eigenlijk alles. Alles even lekker. Hè? Ik kan met. Een lekkere stamppot op. Sorry, boerenkool met worst. Hutspot met klapstuk. Zuurkool met spek en toestanden. Oh, heerlijk. En de buik mag groeien. En de buik mag groeien, ja. Ik ben al een keer op dieet geweest, maar daar word ik stapel gek van. Wat heb je toen gedaan? Niks. Dan krijg je sla en tomaten en een hard gestookt ei. 6 glazen sodawater per dag. 6 glazen sodawater per dag. Ik ga van de winter in een circus werken. Oh, wat zalig. Ja, dat vind ik verrukkelijk. Toch niet als spreekstalmeester? Ja, zoiets. Oh ja, want dat wil ik zo graag. Dat lijkt me zo eindeloos om dat een keer te doen. Maar ga je dan ook met ze reizen als circus? Ja, ik ga met ze reizen. Oh, wat verrukkelijk. Ik ga met ze reizen, dat lijkt me het einde. Ja, ja, ik ben zeer jaloers. Dat vind ik verrukkelijk. En dan een keurige spreekstalmeester en daarnaast een clownsnummer en een goochelaar registreren. En 's morgens mag je ook nog een olifant wassen of zo? Waarschijnlijk, ja. En de rollen opruimen. Ja, tuurlijk. Een chimpansee de fles geven, een kleintje. Ja, ik zie het je helemaal. Dat lijkt me verrukkelijk. Wel ongezellig voor je vrouw, want je moet natuurlijk maanden weg. Hè? Nee, die gaat mee. Die gaat mee? Ja, die gaat mee. Met de baby? Met de baby. Oh,
wat heerlijk. Het is dus de bedoeling dat ik een... Zo'n karavaan krijg. Zo'n auto krijg. Nee, je moet echt zo'n Pipo de Clown... Ja, zo'n ding. Een beetje, woonwagen. Ja. Maar is een Pipo de Clown, maar is dat iets anders dan een gewone woonwagen? Nou, die ze vroeger hadden, weet je wel. Ja. Nou, tegenwoordig zijn het woonwagens met motoren. Ja, je moet natuurlijk even een paard dragen. Ja, we hebben laatst natuurlijk om het noodwerk wezen. Mooi, best zwiebertje. Ja, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Toen ik pas aan toneel was... heb ik mee mogen doen in de rij van edelingen in de Gijsbrecht. Oh, wat heerlijk. Wij edelingen blijven geest naar kerken gaan op het hoge feest. Met een blonde paardje bruik, een kaars in mijn handen en een korte jurk aan. Daar ben ik al niet meer om bijgekomen. Gierenlachen. Ja, gierenlachen. Maar dat was ook de dolste tijd van de wereld. Dat was verschrikkelijk. Met Guus Hermes en Kees Brussen, Fons Rademakers, al dat hele stelletje. Dat was verschrikkelijk. Getijsemond. Ja, oh, dat was onvoorstelbaar. Dat gebeurt nooit meer, hè? Dat gebeurt nooit meer. Nooit meer. Nooit meer. Erg jammer dat het nooit meer gebeurt, maar goed. Nonnen met ratten. Ja, oh, ik mag dat nog wel eens een enkele keer terug doen in Zwiebertje. Dat soort flauwekul en dat soort ellende. Maar... ja, maar het mag niet meer, hè? Het mag niet meer, je mag niet meer lachen. Nee, serieus toneel. Nee, serieus toneel. Het is me een beetje te serieus tegenwoordig. Maar... en behalve goed, de edelingen? Daarna zat ik in de productie van Willy van Hemert, toen de tijd, hoe heet het, Drie Stuivers Opera. Ja. Ja. En daar zat ik in een of andere vreemde particuliere zwerver. En wie de hoofdrol zou spelen, weet ik niet meer, maar er werd iemand ziek. En toen zei Van Hemert, drie weken voor het uitgezonden, jij, ik, geen sprake van. Toen moest ik met Corlemer allerlei liedjes door, er zitten 28 liedjes in, op een soort vreemde Bachiaanse muziek. Ja. Ik lees geen noot zo groot als een huis, en dus ik zat met keuren met die muziek voor me, dat hielp niets. Dus ik heb dag en nacht heb ik die liedjes in mijn kop moeten persen, met Hans Kaart als meneer Pietje. Dat is ook niet, dat is al onvoorstelbaar. En die moest er leven als de vrouw. Verschrikkelijk. Maar ik ben er doorheen gekomen. Moet je je voorstellen dat het om 7:15 begon. En om 12:30 s'nachts werd ik naar het schafot geleid. Door binnengroenier op een paard. En sommige scènes werken dan vreselijk op mijn lachspieren. Want dan kom ik er niet meer om bij. Nee. Ik heb er nog een goede kritiek op gehad. Nou, zie je. Na die tijd nooit meer. Nooit meer goede kritiek? Of? Nee, nooit meer. Nooit meer serieus. Ze namen jullie weer. Nee, terwijl de kritiek goed. Tot Bob Leubenstein mij een keer gevraagd heeft voor dat stuk van Veterman. Hoe heet dat? Noem eens op. Nee? Al die kerels die in de gevangenis zitten. Oranje Hotel. Oranje Hotel. Ja. Ah, dank u wel meneer. Ja. Oranje Hotel. En die hebben, dat kan je best, dat kan je best. En dat was een beetje een vreemde man die in zwarte handel intussen een stel professoren terechtkomt in de gevangenis. Ja. Was een ruige Amsterdammer. Maar het mocht vooral niet komisch zijn. Ja, nou, daar kan ik dan niks aan doen. Dat werkte toch komisch. Ja. Dat was niet goed. Nee, maar bovendien heb je natuurlijk ook iets van dat mensen je herkennen dan, hè? Ja, direct. Onmiddellijk. Dus dan ben je al verloren. Ja. Je gaat proberen iets serieus te doen en dan denken ze, haal even die leuke lolbroek die daar staat. Kunnen we weer ik kwam ook mensen tegen die zeiden van, volgende week heb je op de televisie. Ja, dat hoor ik geluisterd. Is dat met een grote serieuze rol? Ja, dat hangt er nog helemaal aan. En ik vind het eigenlijk het leukste om te doen. Serieuze rollen? Nee. Nee? Komisch lachen. Komisch, dat bedoel ik. Morgen, lekker. Ja, tuurlijk. Lekker gezellig. Lekker mensen laten lachen is niets lekkerder dan dat. Oh, dat is voor jullie een van de moeilijkste dingen, weet je. Ja. Mag ik twee pinten van u? Twee pinten. En twee pinten. Kijk eens wat ene. Dat was een kleintje. Ja, dat is veilig. Goed. Ga ik verder? Ja, dat ding zuist. Oh, dat ding draait al. Dat ding zuist alsmaar. Proost. Ja, vanzelf, hè. Cheers. Op 1 april, hè? Ja. Job. Ja. Ja, ik herinner me je dus het beste uit Wim Zonneveld. En Oscar. Oscar, we vreselijk gelachen. Ja. In zo'n dolle tijd. Ik weet dat iedereen zeer onder de indruk is van jouw zwiebertje. Dat je dat al die jaren zo ijzeren heinig goed volhoudt en niet met je pet naar gooit. En vind je het nog steeds leuk om te doen? Ja, want anders dan was ik er al lang mee opgehouden. Ja, dat begrijp ik. Maar goed, je kunt ook denken van... ik vind het iets minder leuk geworden om het te doen, maar de kinderen zijn er zo gek op. En, ik geloof dat je het daar niet volhoudt, een dergelijke uitzending. Als je het dus niet met volle 100% inzicht doet, even met veel plezier. Ja, ik heb er lol in. Ja, dat bedoel ik. Je zou natuurlijk, als een soort dokter, die vindt het ook waarschijnlijk niet zo leuk om iedere dag naar al die doodzieke mensen te gaan. Maar die heeft toch iets van het moed. He? Ja, dat is wel zo. Of een dominee of zoiets. Maar ik bedoel, het liefhebbende ervan. Want het is natuurlijk erg leuk, dat is ontzettend veel kinderen zo gek op je zijn. Ontstellend, hè. Ontstellend. Maar jongetje loopt vandaag weer met nog zulke ogen van zaterdag aan. Hoe je veel te laat naar bed gaat, bovendien ook urenlang Zwiebertje wil spelen en zo.
Ja, hij vindt het verrukkelijk. Dat is 15 jaar, dat is ook onvoorstelbaar. En altijd eigenlijk met bijna dezelfde cast, behalve Lubov? Alleen Geels en ik, dat zijn ja. de enige die overgebleven zijn van de oorspronkelijke cast. En Rick? Rick Schaap? Nee, ook niet. Wat? Wie was dat oorspronkelijke? Annie Leenders, een comedie. Dat herinner ik me niet. Die heeft de eerste zaak gedaan. In 57 of 58 was dat. Mensen zoals wij, die dus helemaal in het lichte genre zitten, kluchten, blij spelen. Ook wat zwiebertje betreft, er wordt altijd een beetje minachtend op neergekeken. Ja. Van nou ja, dat is maar. Hè, want zwiebertje, ook na 15 jaar wordt er altijd nog weer van. Oh, dat is maar ja, kinderwerk. Ja, ja. Het wordt eigenlijk niet voor volwassen aangezien. Nee, terwijl hoewel het een van de meest moeilijke dingen is die er zijn. Ja. En dat vind ik ook dus met kluchten, met blij spelen. Dus een van de moeilijkste takken van ons vak is komiek zijn. Of een kluchten spelen of een blijspel spelen. Ja. En er zijn er maar weinig. Ja. Kaart was een van de bekendste kluchtspelers die we hadden. Hoe vond je dat eigenlijk toen jij gevraagd werd om mij te interviewen? Nou kind, ik vond het enige. Ja, ik zag het toen je binnenkwam. Ja, ik denk, oh, die vindt het leuk. Maar hoor, is toch wel zo lekker dan. Ik denk, die vindt het leuk. Ja,